Hallo, hier is Kingo met Minecraft Single Player Let's Play. Episode, volgens mij 7. Maar ik raak altijd tel kwijt met die episodes. Maar in ieder geval, hallo jongens, we zijn weer terug met Single Player. En, misschien hebben jullie het al gemerkt, mijn stem. Ja, wat is er aan gebeurd met je stem? Nou, ik heb een nieuwe, gloednieuwe setup voor een recording. Hoera! Want zoals de meeste van jullie al weten, ik ben 18 november jaar geweest. En daar heb ik, voor het geld wat ik heb gekregen, heb ik één grote verzameling aan nieuwe gear gekocht. Dus ik heb dus een nieuwe mic, die je nu kan horen. Dit is de Samsung Meteor. Ik laat wel even een afbeelding zien van de mic. Zo ziet hij er dus uit. Best een mooi modern ding. Ik vind hem echt vet. En hij doet het echt goed. En dan heb ik ook nog een popfilter. Dat er dus voor staat voor de P-klanken, zodat je nu kan horen. Want anders zou je nu enorm last krijgen van gepiepen. En dat heb je nu niet. Dus dat is hartstikke mooi. En als ik heel hard ga praten, heb je nu ook niet meer dan gekraak en zo. En dat is ook allemaal weg. En de ruis is goed, is een heel stuk minder van mijn PC. Want dat is wel een van de ergste dingen. Je hoort het nog wel. Als je heel goed luistert, hoor je de ruis nog. Maar het is een heel stuk minder dan dat het eerst was. Dus daar ben ik zo blij mee. En verder heb ik nog een nieuwe headset. Een Sennheiser HD 215. Dat was het, ja. 215. Dat heb ik dus nu. En dat allemaal bij elkaar kostte voor me iets van 150 euro. En dat zit dus een groot deel van mijn verjaardagsgeld zit erin. Maar het was echt waard, want ik ben echt blij met al deze dingen. Het geluid klinkt fucking lekker en hoe heet het? En de mic werkt fucking goed. Dus ik ben echt blij. Hopelijk vinden jullie dit ook een hele verbetering. En ja, dat was het wel zo'n beetje. En dan ga ik de volgende dingen waar ik aan ga werken voor nieuwe gear is misschien een nieuw toetsenbord. En een webcam voor misschien wel een keer een facecam of zo, of weet ik veel zoiets. Een van die dingen. Maar anyway, we gaan maar gewoon een keer beginnen met de episode. En wat gaan we doen? Ik zie dat daar een boom zich groeit van dat, hoe heet dat gedeelte? Dark Oakwood Tree. Dat was mooi. Maar wat ik dus nu al ga doen, ik heb niet meer gedaan wat ik had gezegd wat ik zou gaan doen. Dus koeien verzamelen en hier ergens neerzetten of zoiets, of meer farms maken. Dat is ook niet wat ik wil gaan doen, want ik wil een, als allereerste wil ik dus laten zien wat ik al heel de tijd aan jullie heb beloofd. En dat is het vissen laten zien. Want dat is toch wel iets waar ik heel lang mee heb gewacht. Dus ik moet even zoeken. Even zien. Ik had toch ergens een hengel? Of heb ik die alweer? Even zoeken naar de hengel. Of string. Kan ook nog. Ik zou zweren dat ik een hengel had. Ah, wacht. Hier zeker. Ja, hier is een hengel. Oké dan. Nou, dan kunnen we nu een keer lekker gaan vissen. Of wordt het nacht? Nee, het wordt nog niet nacht. Oké, jongens. Laten we maar een keer lekker gaan vissen. Waar is mijn hengel? Die heb ik daar gezet. Oké, mooi. Even wat ruimte maken in mijn inventory. En dan gaan we dus vissen hier in dit mooie meertje. Ik ben dus ook van plan om in dit meer, om hier een, hoe heet het? Om hier een soort van mooie oever omheen te maken. Zodat ik hier mooi kan gaan zitten. Gewoon lekker op mijn luie gat kan zitten, een keer AFK of zo. En dat ik dan lekker kan gaan vissen. Zo. Oké. Nou, laten we maar eens gaan vissen. Dus jongens, zo werkt nieuw vissen tegenwoordig. Je gooit een hengel in de zee. En als je dan lang genoeg wacht, dan zie je op een gegeven moment, zie je bubbels. Dus nu zie je alleen maar kleine spettertjes. En dat is gewoon van, ja, dat zijn de bubbels. En we hebben een vis en het is een raw salmon. Een raw salmon. Kijk, daar zie je een mooi huis. Ik vind het wel mooi staan, dat huis daar zo. En zweeft er nou? Ja, er zweeft een mushroom. Oké. Nou, dan kan. Hou je mond, jij. Domme. Maar goed, wat ik dus zei, je gooit erin. En als je dus van die bubbels ziet die je net ook zag toen ik hem erin gooide, of daarnet naar de dobber toe zie zwemmen, dan weet je dat dat een vis is. Of iets anders. Het hoeft niet per se een vis te zijn. Maar heel vaak is het een vis. Het kan ook bijvoorbeeld een soort van een treasure zijn. Zoals een lilypad. Ik weet niet echt of dat treasure is, of mij niet. Oh nee, ja, toch wel. Een lilypad is treasure. Want een lilypad die kon je anders nooit oneindig krijgen. En nu door het vissen kan je die oneindig krijgen. Dus dat is mooi. Ja. Verder kan je er volgens mij nog wat andere rare dingen uit krijgen. Zoals van die hele slechte tools of zo. Dat is een beetje junk. Maar echt de hele goede die je uit kan krijgen zijn nieuwe vishengels. Die gewoon geenchant zijn en zo. En enchantment books. Kan je ook allemaal krijgen door vissen. Dus dat is heel mooi. Ook nametext trouwens. Ja, nametext ook. Dat was ook niets. En waarschijnlijk zijn er nog wel een paar. Maar dan ben ik gewoon vergeten. Ja, ik wil nog een klein beetje doorvissen. Tot ik een vis heb of vijf. Of vijf dingen heb in ieder geval. En daarna ga ik even stoppen met vissen. Totdat ik eigenlijk een keer een enchanting table heb. En ik mijn ding kan enchanten. Mijn vishengel. Zodat ik wat sneller vis kan krijgen. Want dit duurt, kan soms heel lang duren. Maar nu hebben we een beetje geluk volgens mij. Nog een vis. Ik hoop eigenlijk op een gele vis, zodat we onder water iets kunnen doen. Want ik blijf het onthouden. Er is een
Er is een onderwater thema dit seizoen. Of iets van onderwater. Maar daar later meer over. Want daar is nu nog niet aan de orde, want we wonen nu nog hier. Het is nog steeds het beginhuisje. Dus kom op vissen. Ja, wauw. Wow. Ik roep en ik krijg. Prachtig. Wat was dat? Wat was dat? Ik krijg niks. Ik kreeg niks. Of leek dat maar zo dat ik niks kreeg? Oké. Misschien is het gedropt. Wauw. Ik zou zweren dat ik. Hij zat eraan, dus. Misschien was het gewoon pech hebben. Dat hij gewoon wegkwam. Dat ik hem niet binnen kon hijsen. Dat is jammer. Maar goed. Zo. Dan eventjes nog één vis dan. Nog één keer dat er een vis naartoe gaat. En hopen is er iets van een treasure, want dat wil ik wel zien. Want ik heb eigenlijk nog nooit een treasure gehad. Op die ene video dat ik in de snapshot zat na. Dan kreeg ik ineens wel een treasure. Nee, geen treasure, maar we hebben wel vissen, dus dat is mooi. Dus zo werkt het nieuwe vismechanics. Dus ja, dat is heel mooi. Heel mooi, heel leuk. En oké, wat gaan we eens doen? Ik zit eigenlijk te denken om eerst gewoon wat meer te gaan farmen voor eten. Ook al heb ik nog genoeg steak op het moment. Ik wil toch wel gewoon een goede etenhoeveelheid op gang hebben. En dan duik ik daar die grot in. Ga ik die grot in duiken. Oké, even zien. Dit huis is weg. Daar heb je de mooie bergen van de desert. En heel veel van jullie hebben trouwens doorgegeven de coördinaten van een mesa biome. Daar wil ik jullie eigenlijk voor bedanken. Want ik had echt geen zin om te gaan zoeken naar mesa. Omdat een van jullie zei van de dichtstbijzijnde mesa zit op 4000 blokken weg. En ik bedoel, ja, de kans dat ik die zomaar tegenkom is klein. Dus vind ik wel jammer, want we zitten nu in een droog ding en hier zit blijkbaar geen mesa in de buurt. Tenminste, als ik jullie moet geloven. Maar ik geloof jullie, jongens, dus geen paniek, ik geloof jullie. Dus hopelijk hebben jullie gelijk. Denk het wel. Maar wat ga ik ondertussen nog doen? Is meer farmen. We hebben nog wat brood. We hebben heel wat tools. Ik neem gewoon al die. Ik weet niet wat ik eigenlijk ga doen. Ik wil gaan minen zo. Waarom heb ik nog een random furnace? Ik weet niet. Misschien dat ik gewoon hier ook twee furnaces ga plaatsen. Gewoon voor de sake of meer furnaces. Maar dat is eigenlijk wel handig. Zo. Plaatsen we de tweede ernaast. We gaan zo eerst even slapen. Denk ik. Oh nee, ik ga tot de grond in. Oh wacht, torches. Ah juist, torches. Wauw, ik ben begonnen te gaan zonder torches. Dat is ook niet slim. Ik heb hier wel kool. Maar voor de rest ga ik dark ook. Kan ik wel doen, want ik weet ondertussen waar dat ding zit. Dus ik kan wel of een halve stack charcoal kan ik wel even pakken. Terwijl ik zo meteen ga slapen. Ga ik ondertussen even kijken hoe het zit met de farm hier. Oh, het begint al een beetje, het begint al een beetje. Ik zal dan alle bones die we hebben. Van mij hebben we een hele lading bones hier, ja. Gaan we allemaal erin aangebruiken voor meer eten. Want eten hebben we denk ik wel nodig. En dan gaan we een keer lekker onder de grond gaan kijken wat we allemaal kunnen krijgen. We hebben een diamond pickaxe mee voor obsidian. Dus dat is eigenlijk een doel. Het doel is de grond te gaan voor obsidian al. En hoeveel obsidian hebben we nodig? Ik wil een groot netherportaal maken. Dus niet zo simpel, weet het, een 4 bij 5 netherportaal. Ik wil wel een grotere hebben. En ik heb er nog 4 nodig voor de enchanting table. Dat ook nog. Dus ik denk dat ik uiteindelijk op zoiets van 20 stuks obsidian. Misschien iets meer. Pak een halve stack. Een halve stack obsidian, dat is waar ik voor wil gaan, ja. Dat lijkt me ongeveer goed. Oké, wauw, ik kreeg ook gewoon XP omdat ik charcoal maakte. Zo. Ja, charcoal maken is ook zo moeilijk. Dat is ongelooflijk. En ik heb er 13 nodig. Zo. Van ieder. Zo. Van jou ook nog erbij. Oké, ik wil echt iets van anderhalve stack of twee stacks. Torches minimaal hebben. De rest laat ik er netjes in zetten. Ik ga vast een klein kikje nemen, want het wordt bijna donker. Even snel kijken hoe het zit met die grot. Want voor hetzelfde geld loopt die grot zo dood en dan moet ik een andere zoeken. Dus laten we even snel kijken. Oh, oh, oh. Oh, we hebben meteen een creeper. Hallo. Oh, nou, het ziet er niet echt zo heel erg spectaculair uit. En dan weer mijn pa. Dus één moment, mijn pa wil waarschijnlijk weten hoe mijn microfoon eruit ziet. Dus zo terug. Oké, en ik zit nu weer binnen. Sorry hiervoor, want mijn pa die wil ook graag even weten hoe mijn nieuwe gear eruit zag en zo, want hij had die ook nog niet gezien. En hij vond het mooi, hij vond het mooi spul. Het is ook een mooi spul. Maar goed, we gaan dus slapen en ik kijk naar een kist. Dat hoort niet. Oké. Ja, ik heb net even in die grot gekeken en volgens mij gaat het niet ver door. Dus we moeten denk ik toch op zoek gaan naar een ander. Maar ik hou even mijn zwaard erbij. Wacht, jou wil ik even weg hebben. Ik wil even het wheat erbij. Wacht, hoeveel? Hoezo maar 30 wheat trouwens? Was het niet dat er een hele stack of zo zou zitten? Of heb ik dat al. Wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er hoort toch een hele stack te zitten? Of een halve stack? Oh nee, dit is maar een halve stack. Ik dacht dat dit al een hele ding was. Dit is maar een half. Wauw. Het is maar een half stack dat hierin zit. Ja, dat kan kloppen. Als ik daar dat gewoon de hele tijd mis. Nee, maar dat heb ik niet nodig. Ik heb lekker voor jou. Straks ga ik farmen met
koeien. Ik heb wat eten mee, zo en zo. Jou heb ik niet nodig, ho heb ik niet nodig. Dit zijn allemaal gewoon basic gevechtsdingetjes. Ik kan nog even één extra pickaxe maken, dat lijkt me handig. Met nog wat dingen. En dan gaan we even snel daar toch even kijken of we daar iets kunnen vinden. Zo niet, dan gaan we door naar een andere plek. Dus, oké. Okay. Ik ben benieuwd of, hoe heet het? Of er inderdaad dit ding doodloopt of niet. Dus laten we kijken. Oké. Okay. Oh, dat was trouwens een creep explosie. Blijkbaar dus niet, want... Oh, wacht. Oh. Wait a minute. Oké, okay, dit gaat wel door. Holy crap. Oké, okay, jongens. Nou, laten we even kijken hier. Dit is gevaarlijk, volgens mij. We moeten oppassen. Was het trouwens onze difficulty? Wil ik heel even snel checken. Wacht, waar staat de hard? Oké, mooi. Mooi, want daar gaan we het op houden. Dus net ontplofte die creeper. Toen ik wegliep. Dus ja. Gelukkig was ik niet dood. Er is niks gebeurd, jongens. Ik ben nog niet dood gegaan. Oké. Ik ben even stil en denken of ik iets hoor. Oké, we kunnen daar naar beneden. Of we kunnen hier naar beneden. En dan heb je een flinke drop aan allebei de kanten. Is dit trouwens een ravijn of niet? Want ik zie dat slecht. Ja, het is een ravijn. Oké, okay, fuck it. We gaan gewoon via hier naar beneden. Oep. Beetje fall damage, beetje fall damage. Dat kan geen kwaad. Ik had eigenlijk een bucket water mee moeten nemen. Oh, kut. Yo, wauw. Ik hoor, ik denk dat ik zo meteen even het volume van mijn headset als zachter moet zetten. Want ik hoor nogal enorm hard alle geluiden hier. En ik weet dat op de video dat het een stuk minder is. Oké. Okay. Nee, ik wilde eigenlijk een leap of faith doen en er naartoe jumpen. Maar dat ga ik maar niet doen. Een skeleton. Oh, hij is aan het verbranden. Ook niet slim. Goed. Hier het licht. Oh jee. Nou, we gaan in ieder geval daarheen zo. Maar ik wil niet dood. Ik wil niet doodvallen. En ik moet obsidian vinden. Dus dat water daar komt dan in ieder geval mooi te pas. Oh, ik heb al mijn... Waarom heb ik al mijn boomwiel mee? Is niet slim. Niet slim. Waarom heb ik dat meegenomen? Welke laag zit ik? 48 nog maar. Damn it. Oké. Okay. Oh. Oké. Okay. Dat was lekker snel. Lekker snel. En we hebben ijzer om mee te nemen. Dus, oké. Okay. En meer kool en meer ijzer. Dus dat is mooi. Daar kunnen we nu wel even flink wat mee, vooruit. Dus dan gaan we nu even mijnen. Zodat we een flinke lading ijzer hebben voor straks voor meer tools. Dat is ook een van de belangrijke dingen nu. Diamonds is niet echt een nood. Want we hebben genoeg diamonds om voorlopig even vooruit te kunnen. We hebben pas weer diamonds nodig als we een... Ik weet niet... Ik denk dat ik pas je diamonds ga minen, echt. Als ik mijn diamond pickaxe kapot is. En ik meer nodig... Waar kom jij vandaan? Oh, het lava is gestopt. Wauw. Ik wist niet dat dat deze keer ook werkt. Oké. Okay. Wauw, hij was ook bijna dood. Serieus, maar één klap. Oké, okay, maar ijzer. Kom hier. Waar zit je? Daar zat je. Oké, okay, daar was ik naartoe over te gaan. Oké, okay, meer ijzer. Oké. Okay. Random explosie op de achtergrond. Ja, jongens. Ik weet niet of je dat kan horen, hoor. Maar dat was opeens een random explosie. Een explosie bedoel ik gewoon knal. Een stukje een rotje of zo. Weet ik het. Een hard rotje. Vinden de... Ik weet niet. Tegenwoordig dan hoor ik dat steeds meer. Er komt denk ik omdat oud en nieuw eraan zit te komen langzaam. Dus mensen die hebben het al ingekocht of zo. I don't know. Of er is gewoon iemand vermoord. Kan ook. Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk niet, jongens. Zulke dingen gaan peuren toch niet in de hoek. Toch niet in de hoek? Kom op, zeg. Maar goed, even zien. Als ik nu... Hoeveel iron denk ik dat ik nodig heb? Iets van een stack. Ik ga wel voor een stack iron in ieder geval. Ik hoor veel lava. Dat is gewoon dat lava van daar. Van dat. En ik... Oh, wauw. Oké. Okay.